Leerlingen van verschillende IMEO-scholen gaan morgen samen met de Bond van Leraren protesteren bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De scholieren zijn niet te spreken over onder andere het besluit dat het MINOF C heeft genomen om secties en intersecties op de scholen op te heffen. Dit betekent dat iedere leerkracht individueel toetsen moet opstellen. Vertegenwoordigers van de studentenbesturen zijn vandaag naar het BVL-centrum gegaan voor meer informatie. Zij benadrukken dat het systeem helemaal in de war wordt geschopt door de houding van minister Robert Peneu. De scholieren willen liever vandaag dan morgen normalisering van het onderwijsproces. Ik vind van als je bepaalde punten aanhaalt of je wilt een change brengen in het e-mailsysteem, doe het voordat de school aanvangt. Maar doe het niet als de school al is begonnen. Stage gaat niet door, hebben we vernomen. Waarom gaat stage niet door? Als je stage loopt, doe je het 2 maanden. Wilt u me dan zeggen dat we 2 maanden thuis gaan moeten zitten? Wat doe je dan thuis die 2 maanden? Je gaat luiheid kweken voor jezelf. Het is niet leuk voor ons als studenten om ons te voorbereiden voor een repetitie dat maandag zou beginnen. En dat we op school aankomen en horen van ja, de reprondes gaan niet door. Hebben we ons zomaar voorbereid. Het zou niet prettig zijn als we dan vandaag, de minister vandaag met de oplossing komt en morgen begint met de reprondes. Wat about de voorbereidingen? En de herkansers? Vanaf de nieuwe structuur is gekomen, hebben we recht op herrepetities. Omdat een 5 onvoldoende is. En ik wilde praten over dat ik heb gehoord klasse, dat ze klassenrepetities gaan inlassen en dat, hoe heet het weer? Informele repetitie niet meer doorgaat. Maar hoe gaat dat dan gebeuren? Want als we dus als ze vandaag misschien maak afma 2a vandaag een repetitie van. Misschien juffrouw, dus die juffrouw stelt het op dat het makkelijk is en dan morgen maak afma 2 een andere repetitie die moeilijk is. Dan hoe gaan wij dan doen? Is afma 2 dus is afma 2 een stapje lager en afma 2 een stapje hoger, terwijl wij in die richting zitten en wij dezelfde dingen moeten krijgen. Niet alleen van IMEO 1, ook van IMEO 2, 3, 4 en 5. Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren, stelt dat de werkrelatie tussen de Bond en minister Peneu nog steeds niet goed is. Volgens Valies is de bewindsman niet bereid te werken aan een structurele oplossing. Wie wil nou actie? Geen van die leraren willen actie. Maar we praten al een hele tijd. We schrijven de regering. Treedt u op. In die brief van 23 hebben we gezegd, we verwachten dat u interveneert. Want deze minister wil niet praten. En wanneer die minister zegt van oké, dus hij heeft die brief vrijdag van ons ontvangen, maar hij nodigt ons niet uit. Hij nodigt die directeuren. En hij heeft in zijn uitleg, heeft hij gezegd, ik heb het niet gezegd, je moet gewoon naar die beelden kijken en luisteren wat hij zegt. De directeuren vormen of zijn een werkarm, of werkarme, zoals hij dat noemt. Zijn is meer fout, toch? Dat heeft hij gezegd. Dus je gaat met je werkarme een overeenkomst sluiten ten behoeve van de leraren. Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren, vandaag op een persconferentie. De BVL gaat morgen samen met scholieren van het IMEO protesteren bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het MINOF C heeft gisteren echter in een verklaring aangegeven dat er een akkoord bereikt is met de IMEO-directeuren ten aanzien van de sectie- en intersectievoorzitters.